De officiële vlag van Vlaanderen, die komt uit het leven van Vlaanderen. Personages uit dit boek hebben standbeelden overal in Vlaanderen. Het voetbalstadion van Club Brugge heet het Jan Breydelstadion, een van de helden. Hoe kan een roman een land bij elkaar brengen? De Universiteit van Nederland presenteert letterkundige professor Dr. Geert Bulens. Hallo. In mei 2005 ben ik naar Nederland verhuisd om aan de Universiteit van Utrecht te werken. Hele grote verandering in mijn bestaan. En sindsdien ben ik aan het inburgeren. Een paar jaar geleden, bij het wereldkampioenschap voetbal, werd ik geconfronteerd met de grens van inburgering die ik tot dat moment bereikt had. En het is denk ik meteen ook de finale grens, een grens waar ik niet voorbij kan. Ik heb toen echt geprobeerd om voor Oranje te supporteren. En dat is niet gelukt. Nou, intussen gaat het veel beter met het Belgische voetbal, dus dat maakt het alleen maar moeilijker om die overstap ook nog te maken. Denk je, wat heeft dit met literatuur te maken? Nou, dit heeft vrij veel met literatuur te maken. Want de reden waarom ik niet voor Oranje kan supporteren, heeft met dit boek te maken. De Leeuw van Vlaanderen, 19e-eeuwse roman van Hendrik Conscience. Wie heeft er wel eens van gehoord? Een elegante minderheid. Als ik dezelfde vraag aan een Vlaamse zaal zou stellen, nou, dan kent iedereen dat. Niet dat iedereen het ook gelezen heeft, maar iedereen kent het verhaal, omdat het eindeloos verfilmd, voor theater bewerkt, stripverhalen. Het is namelijk de mythe waarop Vlaanderen gebaseerd is. Wat is De Leeuw van Vlaanderen? Het is een historisch roman die verhaalt over een opstand van Vlaamse edellieden en werklieden in 1302 tegen de Franse overheerser. 11 juli 1302 in Kortrijk een gevecht tussen sterke Franse soldaten te paard en Vlamingen die geen geld hadden voor paarden, maar die wel met z'n heel velen waren en die dachten, als we ons nu zo met z'n allen aan elkaar vastketenen, dan lukt het misschien wel om die Fransen die we hier eigenlijk van ons erf willen, dan lukt het misschien wel om daarvan te winnen. En dat is ook gelukt. Ja, ik kan zeggen, het is eigenlijk de enige militaire overwinning in de geschiedenis. Ja, die moet je natuurlijk wel cultiveren. De Vlamingen cultiveren dat ze in de geschiedenis één keer hebben gewonnen. Dat waren ze eigenlijk al lang vergeten. Maar in het begin van de 19e eeuw zijn, weet jullie misschien, België en Nederland een tijd lang samen één land. Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 1830 scheidt België zich af. En op het moment dat je jezelf dat je een nieuw land bent, dan moet je jezelf eigenlijk manifesteren. Dan moet je ook je plek vinden tussen de andere landen. En in die context schreef Hendrik Conscience zijn roman De Leeuw van Vlaanderen. En dat groeide in de loop van de 19e eeuw uit tot het centrale boek van de voor de Vlamingen die zichzelf binnen België wilden manifesteren. En, het is een oeverloze historisch roman. Een verplichte lectuur voor iedereen die in Vlaanderen studeert. Zijn jullie lekker aan ontsnapt. Ik geef jullie gewoon de laatste paragraaf uit dit boek. En dan heb je eigenlijk de kern van wat Conscience wil betogen ook meegekregen. Zij het zonder ridders en jonkvrouwen. Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg bij de roemrijke daden die het bevat, wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is en nog meer wat het worden zal als gij de heilige voorbeelden van uw vaderen vergeet. Hij stelde dus vast hoe de Vlamingen aan het begin van de 19e eeuw bepaald geen funky volk waren en ook helemaal geen zelfvertrouwen hadden. De manier om zelfvertrouwen te kweken is om dat eigenlijk te transporteren uit een periode in je geschiedenis waarin je wel roemrijk was. Nederland doet dat met de Gouden Eeuw. Nou, Vlaanderen doet dat met de middeleeuwen. Middeleeuwen waarin zij een tijd lang zichzelf het centrum van de wereld konden wanen. Dit was dus een verhaal
om aan het begin van het ontstaan eigenlijk van België de Vlamingen zich sterker te laten voelen binnen dat nieuwe België en tegelijkertijd ook afstand te nemen van Frankrijk, want Frankrijk had eigenlijk toen België zich afscheurde van Nederland, had eigenlijk graag België geannexeerd. En in die context was dit dus eigenlijk ook een beetje een anti-Frans boek. Interessant aan de geschiedenis is dat je ziet dat wat dus in het begin een pro-Belgisch anti-Frans boek is, en dat was het bijvoorbeeld ook nog in het begin van de 20e eeuw. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en toen riep de toenmalige koning van België, koning Albert, die liep de Vlamingen op om mee te gaan vechten. En dan zei hij, o Vlaming, gedenk 1302. Met andere woorden, opnieuw nu op dezelfde manier vechten als in 1302, maar dan om België te redden van de Duitse invaller. Nou, in de loop van de 20e eeuw is eigenlijk de betekenis van dat boek helemaal veranderd, terwijl dat boek natuurlijk gewoon hetzelfde is gebleven. Maar stilaan werd het gelezen als een soort van onafhankelijkheidskreet voor de Vlamingen. En dat hebben jullie misschien links of rechts al wel gehoord. Steeds meer stemmen in Vlaanderen gaan op om Vlaanderen onafhankelijk te verklaren. En in die context speelt dit boek niet zozeer een centrale rol in de zin van dat dat nog elke avond voor het slapen gaan aan jonge Vlamingen wordt voorgelezen. Zo functioneert het niet. Maar het is wel een verhaal dat iedereen kent, met eigenlijk alle gadgets eromheen. Gaande van de officiële vlag van Vlaanderen, de Vlaamse leeuw. Nou, die komt uit de leeuw van Vlaanderen. Het daaraan gekoppelde volkslied, de Vlaamse leeuw. Nou, die komt uit de leeuw van Vlaanderen. Personages uit dit boek hebben standbeelden overal in Vlaanderen. Het voetbalstadion van Club Brugge heet het Jan Breidelstadion, een van de helden van dit boek. En op die manier eigenlijk kent iedereen die het boek niet gelezen heeft, toch dat boek. En dat is de manier waarop boeken eigenlijk heel vaak functioneren in een samenleving die niet noodzakelijk die boeken gelezen hoeft te hebben om ze toch mee te hebben. En het is eigenlijk een deel van mijn wetenschappelijke opdracht om die mythologie helemaal te ontrafelen en aan te geven dat dit boek in hoge mate gebaseerd is op verzinsels. Het leven van Vlaanderen bijvoorbeeld, waar het naar genoemd is. Die man heeft helemaal niet meegevochten, want die zat toen in de gevangenis. Dus het gaat er eigenlijk niet om dat het een waar gebeurd verhaal is. Waar het over gaat is dat het een verhaal is dat mensen kan begeesteren. Nou, dat geldt voor het leven van Vlaanderen, maar zo zijn er in andere culturen soortgelijke verhalen die een heel belangrijke rol hebben gespeeld. In de Schotse bijvoorbeeld heb je Braveheart. Hè? Ook heel grappig, dat is een Australisch acteur die dan eigenlijk de Schotten tot Schots zelfbewustzijn aanspoort. Maar wel met succes, want het zou zomaar kunnen dat de Schotten zich straks ook onafhankelijk verklaren van het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn eigenlijk 19e en 20e eeuwse varianten van iets wat al veel langer in de literatuur bestond. Want de eerste centrale verhalen in onze cultuur, de Ilias van Homerus, de Aeneas van Virgilius, dat zijn eigenlijk soortgelijke verhalen. Het zijn eigenlijk stichtingsmythen van een land en een volk. En nogmaals, dat is de manier waarop literatuur heel vaak functioneert. Niet alleen maar in nationalistische contexten, zoals de voorbeelden die ik nu heb gegeven. Het geldt eigenlijk bijvoorbeeld ook voor al die mensen ter wereld die van Star Trek houden en die zichzelf eigenlijk tot de planeet van Star Trek bekennen en tot de waarden die in Star Trek worden voorgeleefd en gecultiveerd. Dat is eigenlijk ook een soort van nationalisme, zij het voor een natie die niet bestaat. En dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Het zijn waarden die in een bepaalde literaire context, al dan niet nadien ook verfilmd of voor televisie bewerkt, een groot publiek bereiken en mensen inspireren. En waarom lukt het zo goed om op die manier met verhalen mensen te inspireren? Nou, dat heeft te maken met de manier waarop wij verhalen vertellen. Namelijk aan de hand van personages. Je kan hier, zoals ik hier vanavond probeer mensen enthousiast of tenminste geïnteresseerd te krijgen door te oreren en door een soort van academisch vertoog af te steken. Het gaat nog veel beter wanneer je dat doet aan de hand van personages. Want als lezer of kijker ga je je identificeren met die personages en door die identificatie ga je je als lezer met dat waardepatroon ook identificeren. En dat is eigenlijk de manier waarop literatuur heel vaak werkt. Dus niet alleen in de context van nationalisme, maar in de context van hoe waarden eigenlijk in zijn algemeenheid in een samenleving worden ervaren. Zeker ook op momenten dat die waarden heel sterk veranderen. Zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur is gebeurd in de jaren 60.
In de jaren 60 werd er op allerlei manieren werd er geëxperimenteerd, maar onder meer ook op vlak van seksuele moraal gebeurde er eigenlijk best wel nieuwe dingen. Nou, dat had natuurlijk in eerste instantie te maken met medische veranderingen. De uitvinding van de pil is uiteraard veel belangrijker dan wat er in de literatuur is gebeurd. Maar wat er in literatuur en nadien ook film is gebeurd, is geen detail. Want daar krijg je eigenlijk personages die misschien gedragingen vertonen waar jij het niet noodzakelijk mee eens bent, die je misschien zelfs een beetje abject vindt, maar waardoor je toch door in het verhaal te kruipen en door met die personages mee te leven, een idee krijgt van ja, eigenlijk kan je zo ook wel leven. Het hoofdpersonage in Turks Fruit van Jan Wolkers, in die context denk ik in Nederland een heel centraal boek, heeft misschien een manier van omgaan met vrouwen en een seksuele appetijt waar niet iedereen zich mee wil associëren. Maar als je dan leest in het boek de manier waarop hij van het hoofdpersonage houdt en daarmee omgaat, denk je misschien van ja, ook al gedraag ik mij niet zo, ik kan er eigenlijk wel op een bepaalde manier respect voor hebben. En op die manier leeft de literatuur ons dingen voor die we dan nadien eigenlijk plots ook plausibel vinden. Het kan nog verder gaan dat we zelfs dingen gepresenteerd krijgen. Een voorbeeld is de roman De Welwillende van Jonathan Littell, waar je de Tweede Wereldoorlog meemaakt door de ogen van een SS-officier. Ja, niet iets waar je je automatisch mee zou identificeren, maar net doordat je door de ogen van zo'n in dit geval heel extreem personage meekijkt, krijg je misschien toch een vorm van begrip voor wat zich in die oorlog heeft afgespeeld. Een vorm van begrip die anders is dan het begrip dat je krijgt wanneer je op de History Channel de zoveelste documentaire over de Tweede Wereldoorlog ziet. En dat is de manier waarop literatuur functioneert. We associëren en we identificeren ons met personages en op die manier ontdekken we dat de wereld ook anders zou kunnen zijn dan hoe we hem kennen. Ontdekken we waarden waarmee we ons al dan niet willen identificeren en op die manier worden die waarden in zekere zin ook in ons eigen denkkader ingepast en versterkt. Als ik het zo vertel, dan is dat eigenlijk heel wat. Dan heeft literatuur eigenlijk een hele sterke kracht in de samenleving. Een kracht die zo sterk is dat er af en toe ook stemmen opgaan in de geschiedenis om die kracht te beteugelen. En daarvoor verwijs ik graag naar het tweede college, waar de vraag centraal staat of literatuur eigenlijk niet gewoon veel te gevaarlijk is.